graag aan hem. Voorzitter, ik zou hier graag even op door willen gaan. Want inderdaad, bij het vorige debat ging het ook over mensbeeld. En toen vroeg de heer Omtzigt om daar ook iets over op te schrijven in het regeerakkoord. En ik heb gezien dat dat niet gebeurd is. De minister-president worstelde daar de vorige keer ook al mee om dat te doen. Hij noemt nu een paar woorden. Maar ik ben toch benieuwd of hij daar nog iets verder over kan uitweiden. En ook of hij kan aangeven waarom er niet voor gekozen is om dat ook in het Het kan wel. Het kan wel, voorzitter. Of onverwachte steun. Ja. Allemaal even terug naar het steun, natuurlijk. Even terug naar het mensbeeld, voorzitter. Want daar ging het de vorige keer over. En de minister-president, en ik vraag aan hem, want het is denk ik ook belangrijk voor de samenleving om te weten van als u dan die keuzes gaat maken, vanuit welk mensbeeld wordt dat dan gedaan? Voorzitter, dat is een mensbeeld wat zeg maar zich in ongetwijfeld 67 jaar heeft gevormd. Maar wat niet alleen maar een politieke, althans niet een persoonlijke keuze is, maar ook een keuze vanuit zeg maar, het kabinet waar we met elkaar willen staan. En dat is denk ik wat de kiezer ook vraagt. De kiezer vraagt niet zozeer naar zeg maar, mijn mensbeeld, maar datgene waar het kabinet voor staat. En waar het kabinet voor staat, dat is zeg maar, echt de problemen oplossen die we nu heden ten dagen ervaren als grote problemen. Daarop focussen, daar de energie op zetten, daarmee aan de slag gaan. En daar zeg ik bij tegen de heer Stassen, ik heb 40 jaar in de publieke dienst gewerkt. Als je 40 jaar in de publieke dienst werkt, daar je ziel en zaligheid in legt, dan betekent dat je dat dus doet omdat je iets wil betekenen voor mensen. Want anders werk je niet zo lang bij de overheid in de type functies wat ik daar heb uitgevoerd. En voorzitter, dat begrijp ik heel goed. Maar het is natuurlijk zo dat we in deze zaal heel veel politieke keuzes maken. En die politieke keuzes, die raken mensen. Dat is wat de heer Dijk net ook heel duidelijk aangaf. Dus als u zegt van ja, we gaan keuzes maken, we gaan de grote uitdagingen oplossen, dan blijft natuurlijk de vraag, welke keuzes maak je om die uitdagingen op te lossen en wie wordt daar op welke manier bij geraakt? Zijn dat waar het individu centraal staat? Of is het juist meer waar de gemeenschap centraal staat? Er is een verschil bij deze coalitiepartij. Dat zag je gisteren ook heel duidelijk in het debat terugkomen. Gaat het over vertrouwen, wat meer bij NRC naar voren komt? Of gaat het over controleren, wat meer bij de PVV naar voren komt? Dat zijn hele belangrijke vragen die je moet beantwoorden, wil je uiteindelijk tot goed beleid komen. En daar wil ik de premier op uitdagen. Wat zijn precies daarin de keuzes? Waar kunnen mensen, want hey, u kunt nog niet alles opschrijven, u weet niet wat er allemaal precies gaat gebeuren. Waar gaat dit kabinet dadelijk zijn keuzes op baseren? Ja, voorzitter. Ik deel de opvatting van Stassen dat dat heel verschillende mensbeelden. Dat het hele verschillende mensbeelden kunnen zijn. Die inderdaad ook in deze coalitie zijn vertegenwoordigd. En eerder vanochtend is ook gezegd, als premier ben ik primus inter pares. Dat betekent dat niet mijn mensbeeld leidend is voor de opvatting van dit kabinet. Wat leidend is voor de opvatting van dit kabinet is datgene wat zeg maar, vanuit de vier verschillende fracties wordt aangedragen. Althans, vanuit het hoofdlijnenakkoord. En zoals wij hier in het kabinet met elkaar proberen vanuit ongetwijfeld vele verschillende achtergronden dat te overbruggen. Dat heb ik ook niet hier in uw Kamer, maar op andere momenten aangegeven dat ik het belangrijk vind in mijn rol als premier ook die verschillende visies bij elkaar te brengen. Daar wellicht ook een zekere pragmatiek in te betrachten om te zorgen dat we elke keer weer niet onszelf verstrikken in partijpolitieke discussies in het kabinet, maar dat we kijken waar kunnen we resultaten boeken, waar kunnen we elkaar ook als in het kabinet vanuit de verschillende visies ontmoeten, om van daaruit dan de stappen te nemen. En daar leggen we in deze Kamer verantwoording over af. Dat doen we transparant. Dat ziet u in de miljoenennota, dat ziet u in het regeerprogramma. Afrondend. En voorzitter, een kabinet weet van tevoren niet welke problemen er allemaal op zich af gaat komen. En dan wil je als mensen in Nederland wil je weten, als er straks iets zich voordoet, op basis van welke visie, welk toekomstbeeld, welk mensbeeld gaat dit kabinet dan de keuzes maken? En dat kan niet zijn van ja, we gaan alles samenbrengen van vier verschillende coalitiefracties. Want dat is uiteindelijk niet wat u gaat doen. U gaat regeren. En bij het regeren maakt u keuzes. En dat is nog steeds iets wat mist. En dat was wel de vorige keer een heel cruciaal punt in het debat. Dus ik vind het ook jammer dat daar eigenlijk nog geen duidelijkheid over is. Toen was hier heel erg de vraag op tafel van, ja, bent u er dadelijk voor iedereen? Op welke manier gaat u dat mensbeeld vormgeven? Is dat vanuit vertrouwen, vanuit controle, van het individu, vanuit de gemeenschap? En dat mis ik nog steeds. Dus ik wil de minister-president daar toch op uitdagen om daar een beter beeld op te vormen.
Want dat is uiteindelijk waar wel Nederlanders straks ook naar snakken. Ja, voorzitter, ik hoop dat de Nederlanders ons vooral beoordelen op onze resultaten die we boeken. En niet, althans zeker niet op dit moment, op ons mensbeeld, maar ons echt beoordelen op onze resultaten. En ik heb net in een korte interruptie al iets, iets gezegd over dat wij heel sterk ook handelen vanuit vertrouwen wat mensen in elkaar moeten hebben. Net zo goed dat wij in het kabinet ook in vertrouwen in elkaar moeten kunnen hebben. Zoals ik ook hoop dat Kamer en kabinet in vertrouwen met elkaar het debat kunnen doen.